Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Floris. Vandaag spelen wij Brawl Stars. Laat die like achter. Waarschijnlijk zit ik nu in mijn tentamenweek. Dus er is een kans dat er wat minder video's online komen. Maar dat is maar gewoon voor een weekje. En dan moeten jullie wel gewoon begrijpen. Jongens, 250 likes. Laten we dat gewoon lekker doen. Hoppatee. Ik zit op het account van Noah. En hij is een goede speler. 25.000, bijna 26.000. Zit Noah in mijn club? Nope, Noah, wat doe je nou? In ieder geval super dank Noah voor het opsparen van deze megadozen. Wil jij ook dat ik op jouw account dat megadozen openmaak? Stuur me een Instagram naar FlorisVU. Maar wij gaan vlammen, want Noah heeft 17 megadozen. En wat moet hij nou allemaal nog? Even checken. Oké, hij moet nog krachtpunten voor Lou, maar hij moet nog Byron, Spike, Crow, Amber Colette en Colonel Ruffs. Ik hoop dat wij minimaal 1 nieuwe knokker kunnen krijgen. Minimaal 1. Wat denken jullie? Laat achter in de comment hoeveel nieuwe knokkers ga ik, de packkoning, vandaag krijgen. We gaan het even lekker zien. We beginnen met de dozen op het trofeeënpad. En ja, 1 betekent alleen Lou. En 2 betekent kassa. 2 betekent... Wat betekent het? Kassa inderdaad, jongens. Let's go. Nieuwe knokker. Nee, een sterrenkracht. Een sterrenkracht voor Rosa. Prima, prima, prima. En dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende grote doos. Zitten er weer 2 in. Helaas is dat 1. En dat betekent Lou. Maar ja, op een gegeven moment is Lou straks gewoon kracht 9. En dan is helemaal geen kassa meer 1. Ja, dan is 1 al kassa, zeg maar. Want dan kunnen we helemaal geen krachtpunten meer krijgen. Zie je, Lou gaat mega hard. Let's go. Dan gaan we nu door naar de Brawl Pass. Ik ga hiervan niks openmaken. We gaan alleen de vorige... Hey, wat is dit? Oh, oké. Okay. Nou, dan doen we deze nog even. Volgens mij was dat van het seizoen daarvoor weer. Let's go. Laten we die gewoon even openmaken. Nice. En dan gaan we nu beginnen met dus de Brawl Pass van vorig seizoen. Dat zijn 15 megadozen. Is Lou al geconnect? Lou is al geconnect, bedoel ik. Opgehaald. Let's go. Dat is allemaal gelukt. Wij gaan beginnen. We beginnen met 1 en bijna kan Lou naar kracht 9. En als die naar kracht 9 is, gaan we dat natuurlijk gelijk doen. Na deze megadoos kan dat. Inderdaad. Let's go, Loutje. Let's go. Die gaan we upgraden. We kunnen nog wel wat gadgets krijgen. We kunnen wat sterrenkrachten krijgen. Dus als we nu een nieuwe item krijgen, is het of een gadget, of een sterrenkracht, of wat wij natuurlijk hopen, een nieuwe knokker. Het is echt heel zonnig buiten, maar wel min 5 op dit moment. Let's go. Oké. Okay. Er zit niks in. Kijk, dit gaat heel veel gebeuren nu. Dat gaat nu heel veel gebeuren. Dat betekent natuurlijk alleen munten en geen gadget of sterrenkracht. Of nieuwe knokker natuurlijk. Ik ben heel benieuwd of we in ieder geval 1 nieuwe knokker kunnen krijgen. Ik denk dat Noah dan al blij is. Maar misschien wel meer. Misschien wel meer. Oké. Kom op, kom op, kom op. Nieuwe knokker. Sterrenkrachtje. Sterrenkracht boven gadget, hè jongens. De sterrenkracht mogen we ook niet ontevreden mee zijn. Let's go, die sterrenkracht. Hoppatee. Kunnen we door blijven vlammen. Hebben we hier een grote doos. Zit helaas niks in. Mega doos, kom op. Megadus geeft ons volledig, ja, eigenlijk alleen maar munten. Let's go, grote doosie. Alleen maar munten dan. Oké. Hebben we hier een knokkie? Knokkie. Waarom doe ik zo cool bij knokkie? We weten allemaal het antwoord van de knokkie. En dat is vaak nee. We hebben hier een grote doos. Oké. Kom op, jongens. Ik wil die nieuwe knokker zien. Kunnen we dat krijgen uit deze grote doos? In 3, 2, 1. Ja, let's go. Dat is mega snel. Petkoning weer hoor jongens, Petkoning weer, nu al, waar zijn we? Met tier 14 en ik weet al Byron te packen, let's go. Wat nu betekent dat we natuurlijk daar ook krachtpunten voor kunnen krijgen, dus nu is 2 weer kassa in plaats van 1 kassa. Maar dit is nice jongens, dit is ziek nice, let's go, kom maar met die krachtpunten van Byron, heerlijk. En aan het eind van deze dozen hebben we sowieso Byron ook kracht 9. En of we een kracht 10 hebben ligt natuurlijk aan of we zijn sterrenkracht kunnen packen. Hey, oké, ijsblok, dat is wel toepasselijk want het is ziek koud buiten nu. Ijsblokkie, focus. Let's go, ijsblokkie, let's go Lou. Heel erg nice, ik hoop dat we even zo snel mogelijk die Byron naar kracht 9 kunnen upgraden. Dat we straks ook zijn sterrenkracht natuurlijk kunnen krijgen. Nice, ik ga nu even upgraden, nee wacht, nog 1 megadoos. En dan ga ik hem upgraden, want dan kan hij al naar 7 als het goed is. Dan kan hij al naar 7, ik denk dat hij nu al naar 7 kan. We gaan er even snel achter komen. Let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, 7. Let's go. 6. Ik zei 6. Het is 7. Nice. Gaan we door, jongens. Gaan we door. We kunnen nog steeds krachtpunten krijgen voor Byron. Want hij is nog niet kracht 9.
Ik hoop dat we snel nog een knokker kunnen krijgen. Maar ik ben al tevreden met in ieder geval één nieuwe knokker. Byron. Byron, prima knokkertje ook. Leuke knokker ook. Let's go. En ik hoop dat we die zo snel mogelijk omhoog kunnen pushen. We zijn nu al bij tier 24. Maar we hebben echt heel snel die allereerste knokker weten te krijgen. Byronnetje, lekker. Dan hebben we hier een grote doos. En die grote doos geeft mij 1. Dat is jammer. Gaan we door. Nog een grote doos geeft mij 2. Oké. Maar is het dan nog een nieuwe knokker? 3, 2, 1. Het is een gadget. Maakt niet uit. We hebben nog heel veel kansen te gaan. Let's go. Grote doosie dan. 2. Helaas. 1. Megadoos. Kom op, megadoos. Geef ons die 2. 7 resterende items. Of in ieder geval 2 nieuwe items. Oké. Pekkoning gaat lekker. Maar is het dan ook een nieuwe knokker, jongens? Ik denk het wel. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Boom. Sterrenkracht. Oké. Super cool die sterrenkracht. Maar. Nieuwe knokker. Gadget. Nee. Jammer. Maar ik mag niet ontevreden zijn met 7 resterende items. Dat is echt heel erg sterk om te krijgen natuurlijk. Of nou ja, 3 resterende items. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar alsnog, weet je wel. Ik mag er niet ontevreden mee zijn. Misschien nog een keer. Niet nog een keer. Maar wel een nieuwe item. Is het dan nu een sterrenkracht? Byron kan in ieder geval een kracht 9. En? Waarom zei ik, is het nou een sterrenkracht? Ik bedoel een nieuwe knokker. Nou ja, het is geen sterrenkracht en ook geen nieuwe knokker. Let's go. Gaan we nu eventjes Byron upgraden naar kracht 9. Nice, we hebben alle coins van de wereld. Oké, chill. Nu zijn we weer terug bij af. Nu betekent gewoon 1 nieuwe item. Betekent gelijk kassa. Zoals niet in deze grote doos. Kom jongens, nog even 1 nieuwe knokker. We hebben heel wat sterren. Oh mijn god, het gaat wel lekker hoor. Maar is het dan ook een nieuwe knokker? Is het ook zo lekker? Het is niet zo lekker. Het is Tik zijn gadget. Oké, prima Tik. Prima. En dan gaan we door naar deze grote doos. En deze grote doos geeft ons 128 punten. En deze knokdoos geeft ons sowieso niks. Nee, inderdaad. Waarom zou een knokdoos ook ons ooit iets geven? We hebben hier een megadoos. Kom op, megadoos. Oh my. Zoveel keer heb ik 2 7 sterren items gekregen. Zoveel keer, jongens. Zoveel keer. Cheese. Oké, let's go. Oh, dat was niet de bedoeling. Oké, we beginnen met de gadget en... een sterrenkracht. Weer bij 7 resterende items hebben we een gadget en een sterrenkracht. Dat is jammer. Dat is heel erg jammer. We hebben trouwens aan het einde nog 62 grote doosjes. Dus we zijn nog lang niet klaar. We hebben nog steeds die kans op een nieuwe knokker. We hebben nog steeds die kans op een tweede nieuwe knokker. Maar het was wel jammer dat we nu weer 7 sterren items gekregen hebben. Maar ja, dan 2 keer een gadget en een sterrenkracht. Zo van, ja, leuk, maar niet leuk genoeg. Dat is precies wat ik dat daarop te zeggen heb. Is dit ook leuk, maar niet leuk genoeg in deze doos? We gaan het zien. Nee, dit is superleuk. Let's go, boys. Boom. Pie. Lekker dan. Woehoe, Spikey is binnen. En nu betekent het weer TS Kassa. We gaan wel heerlijk in deze video hoor. Weg om. Drie keer 7 resterende items in 1 video. Let's go. Dat doet de Pekkoning. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer. Ik zie jou weer wel daar, ja. Abonneer. Alsjeblieft. Eventjes. Oké, nieuwe knokker dan. Een sterrenkracht. En een gadget. Let maar op. De derde keer op rij sterrenkracht en een gadget. 100%. Ja. Oké. We verbeteren. 2 sterrenkrachten is beter dan een sterrenkracht en een gadget. Maar wauw jongens, het gaat wel heel lekker. We kunnen alles zeggen wat je wil, maar het gaat wel echt heel lekker. Let's go. We gaan even nu wat sneller doorheen, want ik wil even die spike zo snel mogelijk naar kracht 9 eigenlijk. Lekker die krachtpuntjes verzamelen voor Spike. Heerlijk. Heeft in ieder geval Byron en Spike straks Noah kracht 9. Maar kunnen we eventjes een 2 krijgen? Maar natuurlijk kan het. Want dat kan de Pekkoning. Let's go. Maar is het dan de nieuwe knokker? Het is weer een sterrenkracht. Malaysia. Ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. Oh, nog een keer. Oké, tuurlijk. Back to back. Ah, jammer. Het is wel een gadget. Maar we gaan wel lekker, jongens. Dit lijkt wel bijna nep. Eerlijk, het lijkt wel bijna nep. Het is echt niet nep. Lepper, links, rechts, weg. Zie je, het is niet nep. Dat had ik ook nog nep kunnen maken, maar het is echt niet nep. Deze mega is opening. Iemand zei het in de comments en ik kan best begrijpen dat je dat denkt. Want ik heb zoveel geluk, maar het is gewoon... Je moet gewoon oefenen. Je moet gewoon de Pekkoning zijn en dan gebeurt dit soort dingen, weet je wel. Dus,
Het is echt echt. Het is echt echt. Oké, let's go. We gaan weer door. We zijn 59 nu. We zijn nu bij 59. En we hebben hier een megadoos en die geeft ons... Ja, kijk, soms krijg ik ook één uit megadoos. Het kan ook gebeuren, weet je wel. Soms gebeurde het bij mij ook. Let's go. Twee dan. Nee, helaas. En dan megadoos. Kom op. Zie je, nu gebeurt er twee keer op rij. Hey, krachtpunten. Laten we die bewaren. Heel tactisch. En als we dan weer een nieuwe knokker hebben, gooi het pas daarop. Want als we nu op Spike geven, dat kan wel. Maar we krijgen Spike sowieso wel kracht 9. Dus dat is niet tactisch om te doen. Big brains. Big brains hier. Big brains. Oké, we gaan door. Trouwens, ik heb ook een Twitch. Floris VU is mijn Twitch. Check mijn Twitch, boys. Check mijn Twitch. Ik stream daar... Soms Pokémon op. Dus niet Brawlstars. Misschien ooit in de toekomst. We gaan door. Megadoos. Kom op. 2, 1. Jammer. Dan nog even één doos. En dan kan hij inderdaad naar kracht 9. En dan hebben we nu nog 2. Oh, bijna. Dat is heel flauw. Dat is heel flauw. Vorig seizoen. Even één doos dan. Ja, let's go. Oké, nice. Nice, nice. We hebben echt insane veel sterrenkracht en gadgets. En we hebben nu nog 1 megadoos. En 61 grote dozen. Daar moet sowieso wel iets nieuws in zitten. En ook in deze megadoos is het knokker nummer 3. Het is knokker nummer 3. Lelle, let's go. Colette is binnen. Hoppatee, kom met die krachtpunten voor Colette. Kom maar met die krachtpunten voor Colette. 3 nieuwe knokkers. Wat genieten. Dit gaan we snel doen, want dit duurt lang. Tenzij we straks 2... Als ik rechts onderin 2 zie, dan doe ik eventjes rustiger aan. Maar anders gaan we hier redelijk snel doorheen. Oké, dan gaan we nu upgraden, want nu kan hij naar kracht 7. Ja, let's go. Nice, kracht 7. Maar we moeten doorrammen. Ik krachtpunten die bewaren weg, want ik kan nog steeds doos openmaken. Dus het is nu niet slim om die krachtpunten uit te geven. Dat snappen jullie denk ik. Oh, dat is doos. Stel dat ik nu doe. Ja, wel heel erg vriend. Ik kan niets anders zeggen. We moeten in de eerste 20 dozen helemaal niks gekregen. Dat is echt heel erg vies. Maar we hebben wel net overleg gekregen. Dus ik moet ook niet huilen. Ik wil niet huilen. Maar ja, dat is natuurlijk even beter. Dat is niet alles op het einde genoemd. Al deze dozen op het einde genoemd. Maar ik wil heel eerlijk. Ik was een beetje vergeten dat ik deze dozen open had. Maar ja, je weet hoe het is met de dozen aan het einde van de blad. Dus als je allemaal overrij openmaken, dat maakt niet gelukt. Dat is een tip. Dus ja, we hebben nu al 30 dozen geopend, waar we gewoon helemaal niks in gekregen hebben. En dat vind ik niet leuk. Daar word ik gewoon niet blij van. En ja, dan kunnen we nu wel 3 nieuwe knokkers gekregen hebben. Maar daar word ik alsnog gewoon niet blij van. Dat we gewoon 30 grote dozen op rij opengemaakt hebben, waar niks in zit. Waar helemaal niks in zit. Dankjewel. Dit is wat ik wil. Nieuwe knokker. Nee, maar wel een nieuwe sterrenkracht. Prima, prima, prima. En we zijn alweer bijna klaar, jongens. Door 28, of 27, 26. Kom op, ik tik gewoon zo snel mogelijk dit... Dit boeien jullie niet. Jullie willen alleen dat eentje rechts onderin zien. En ik wil ook alleen dat eentje onderin zien. Dus we zijn het met elkaar eens. Oh, we krijgen zoveel munten. Ik wou dat ik deze munt heb. Let's go. We hebben weer een kans. 3, 2, 1. Edgar is wel een goede knokker. Maar snel herstel. Bah, snel herstel word ik niet zo blij van. Nee, deze grote doos heb ik verkeerd aangepakt. Ik had eerst er een paar moeten openmaken. Ik had het moeten verdelen. Want zo vaak achter elkaar... Dat is bijna nooit gelukt. Ik heb het 1 keer gehad, maar vaak ook niet. Maar ik mag... Oh! Nieuwe knokker? Let's go. Chest day, boys. Oh mijn god. Oh mijn god. 2 nieuwe legendaries, 17 nieuwe items. Welkom op mijn kanaal, boys. Welkom, welkom. Bij de 3 biggetjes. Oké, prima. Prima, prima, prima. Dit was een mooie video. Wil je niet meer van deze video's zien? Laat een like achter. My name is Pack Koning en I'm out. Nee, dat zou wel een zieke outro zijn. En jongens, heel erg bedankt voor de support. Laatste tijd, jullie zijn echt strijders. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer, like deze video. Ik hoop nog een leuke video, jongens. Bedankt voor het kijken. Zien we nog een video. En tot dan, mensen.